Zorg en zekerheid Leiden Basketbal heeft de poolfase van de FIBA Europe Cup gehaald. De Oostenrijkse kampioen Bulls Kapfenberg werd ook in eigen huis verslagen. In de eerste wedstrijd had ZZ Leiden al een voorsprong van 17 punten gepakt. En dat was waarschijnlijk de oorzaak van een wat minder goede wedstrijd in de 5 meihal. Hoewel pas na 2 minuten de eerste score viel, leek het toch een walkover van Leidse kant te worden. Na 5 minuten stond het al 8-2. Ook het tweede kwart werd sterk gestart en Leiden kwam op een 25-12 voorsprong. Toch was het met rust maar 34-31 en lang wisten de Oostenrijkers bij te blijven. In het laatste kwart was het geloof ik een goed resultaat voor Bulls Kapfenberg, toch verdwenen en liep Leiden weer uit tot een verschil van 11 punten. Het werd 68-57. Aan het eind van de wedstrijd bracht coach Rolf Franke nog een aantal jonge talenten binnen de lijnen. De 17-jarige Troy Koeler stond nog geen minuut in het veld toen hij een alley-oop paas van Watson op waarde schatte en hard dunkte. Het publiek in de 5 meihal smulde ervan. Ook Twan Polman mocht zijn eerste officiële minuten voor de hoofdmacht maken. ZZ Leiden gaat nu in groep A verder en stuit daar op Zakaria BSB uit Turkije, CSM CSU Oradea uit Roemenië en Oliver Würzburg uit Duitsland. De poolfase start volgende week woensdag met een uitwedstrijd in Turkije. Daarna volgen 3 thuiswedstrijden op rij. Gefeliciteerd met de overwinning. Verliep het nou volgens plan, deze tweede wedstrijd? Ja, ik denk het wel. In Oostenrijk hadden we natuurlijk al een goede wedstrijd gespeeld. We hebben die video bekeken. We hadden de verwachting dat Kapfenberg met de zone zou beginnen. En dat deden ze? Hadden we goed opgeoefend en ik denk dat het goed door de spelers is uitgevoerd. Dit was een tough game. Had je dat verwacht? Had je verwacht dat de Oostenrijkers zo lang zouden bijblijven? Ja, tuurlijk. Kijk, die eerste game spelen we. Zij weten niet wat ze moeten verwachten van ons. Wij weten niet wat we van hun moeten verwachten. En daar hadden we gewoon de upper hand. Ze hebben nu scouting kunnen doen en dat heeft gebleken. Ze hebben veel zone gespeeld. Ze waren heel agressief in de rebound. En ik denk dat dat weer het verschil heeft gemaakt voor hun. Alleen wisten wij gewoon hoe we dat moesten counteren. Natuurlijk hebben we goede individuele spelers die soms het verschil kunnen maken. Nou werd het gewoon een echte wedstrijd een beetje daardoor. En uiteindelijk beslis je het in de vierde kwart. Waar ligt dat dan aan? Waarom loop je dan uiteindelijk toch vrij makkelijk nog in het vierde kwart? Ja, ogenschijnlijk voor ons als publiek naar een eenvoudige overwinning. Nou ja, we proberen in de aanval toch wat controle te krijgen. Dat doen we denk ik goed. Soms neigt dat naar een beetje te angstig. En ik denk dat een aantal spelers dat goed begrepen en daar even doorheen braken. Ja, ik denk dat we op een bepaald moment in een bepaald ritme kwamen. Waardoor zij konden het gewoon niet meer stoppen. We kregen een paar stops achter elkaar. Dat gaat natuurlijk frustreren bij hun. Ze gaan verkeerd andere schoten nemen. Ja, ik denk dat daar een beetje aan heeft gelegen. Ik denk dat we gewoon een goede wedstrijd hebben gespeeld. We hebben veel rebounds uiteindelijk gepakt, 40 rebounds. Defensief was het echt op orde? Ja, nou, het komt beter, want zij hebben natuurlijk 13 offensive rebounds. En dat maakt ook weer een verschil. Dan houden ze zichzelf ook mee in de game. Maar we hebben 22 assists, dus we delen de bal goed. En dat zijn belangrijke dingen als je naar de toekomst wil kijken. Het lijkt allemaal redelijke goede competities, hè? Niet dat blijkt. Dat is zo, Duitse competities, hoogstaande, Turkse competitie. Hoe kijk je tegen de kansen van Leiden aan? Nou ja, we kijken natuurlijk eerst naar de eerstvolgende wedstrijd. Game for game. Blablabla. Maar het zijn goede teams. Het zijn goede teams. We moeten goede scouting doen. We moeten vertrouwen in onze defense. Ik denk dat het daar allemaal aan gaat liggen. Ik denk dat we een goed team zijn met veel talent. En de puzzelstukjes gaan steeds beter in elkaar vallen. Ik heb altijd gezegd dat we van elke ploeg kunnen winnen. Dus, dus ook deze? Dus ook deze, ja. Zijn het dan uit? Ik bedoel, de Duitse competitie staat iets hoger aangeschreven. De Turkse competitie kan een heksenketel zijn. Dat is prachtig voor die spelers. Maar nog altijd denk je, nou, eerst maar eens kijken. Vanuit de defense werken en dan hebben we zeker een kans. Ja, zo simpel is het. Nou, kijk, wij doen in Nederland altijd een beetje moeilijk. Dat we een klein landje zijn, maar het is al lang bewezen met het Nederlands team en ook wij nu al. We hebben in Italië gewoon heel goed gespeeld en we hebben een Liga A-team verslagen. Dus tegen elke ploeg hebben wij gewoon kansen. Dit maakt het seizoen super interessant voor ons. Want je gaat naar Turkije, je gaat naar Duitsland en je gaat naar Roemenië. En je gaat veel spelen. Ja, klopt. En dat is ook wat ik ze vertelde. De Nederlandse competitie is natuurlijk leuk, is fantastisch. Ja, maar dit is een extraatje waar je gewoon elke dag weer klaar voor stoomt. En waarvoor je naar de training komt om beter te worden. En je te gaan bewijzen op Europees niveau. Die jonge jongens zoals Darius, Maurice en zo.
die krijgen nu verschrikkelijk goede kansen. Is het dan prettig dat je drie thuiswedstrijden achter elkaar hebt? Met het thuispubliek hier, dat dat ineens toch ineens fijn kan zijn? Ja, nou, dat het thuispubliek hier is, en is natuurlijk fantastisch. Dat helpt. Ik heb daar niet zo naar gekeken. Het zijn gewoon 6 wedstrijden, uit en thuis. En we gaan de tegenstander goed analyseren. En van daaruit gaan we gewoon de wedstrijd spelen. En we spelen met spelers die internationaal al hebben laten zien dat ze het kunnen. Worthy de Jong en Mohamed Karachi hebben al tegen de 100 in het land staan. We hebben 4 Amerikanen die gewoon al lang internationale ervaring hebben. Dus waarom zullen wij niet... En hebben we nog overige spelers. Sergio, Marijn. Die hebben al genoeg gezien om gewoon internationaal te kunnen presteren. We gaan het zien. Succes. Dankjewel.